waar we gaan praten met de ambassadeur van Suriname in Cuba. Want u bent al op de hoogte gesteld van het feit dat orkaan Oscar daar langs is gegaan. En nu zijn er 10 miljoen Cubanen die zonder stroom zitten. En we hebben ook studenten van Suriname die in Cuba studeren. Dus het zal redelijk en billig zijn van de nationale zender om even notitie te nemen van onze landgenoten daar te Cuba. Maar de ambassadeur is te Nicaragua met een paar fashion designers. Het is een groep van 5 of 4 die ook in dat land zijn. Want dat land houdt elk jaar een fashion show. En ze heeft het voor elkaar gekregen dat ons wat een paar top artiesten voor wat betreft mode ook richting dat land konden vertrekken om hun kunnen te tonen. Ze is aan de lijn, heb ik begrepen, van de techniek. Dus we gaan gelijk van start met ambassadeur Wendy Paulus. Ambassadeur, goedemorgen. Goedemorgen, heer Hewaat. Goedemorgen, Suriname. Ja, moet ik zeggen, como está hoy? Muy bien, y ustedes? Ik kan niet doorgaan, hè. Maar goed dat alles goed met u gaat. Ja, ik heb aangegeven dat wij in het eerste deel gaan praten over de situatie in Cuba. Want er wonen 10 miljoen Cubanen in dat land, dat eiland. En Oscar, de orkaan Oscar is langs gegaan. En dat heeft gemaakt dat heel veel Cubanen nu zonder stroom zitten. Wat is de situatie op dat moment nu in Cuba, ambassadeur? De situatie is nog steeds, het is nog steeds niet opgelost. Laat me het een beetje uitleggen, heer Hewaat. Cuba heeft, we weten dat er een economische, financiële blokkade op Cuba is. Welke uitgeoefend wordt door de Verenigde Staten van Amerika. En Cuba heeft te kampen met een elektrificatiesysteem dat steeds zeer verouderd is. Ja? Sinds vorig jaar hebben wij wat we in Suriname noemen, hier op Cuba, hebben wij load shedding. Waarbij er een programma is waar er een soort van systeem is waarbij iedere week in bepaalde buurten dan stroom uitvalt. Ja, het gaat met uren. Zo, dat is dat vorige week woensdag hadden we een total blackout. Wanneer we zeggen total blackout is het in heel Cuba. Waarbij vanaf woensdag elektriciteit ontstond en met maandag, afgelopen maandag. Ze proberen aan het systeem te werken, zodat we kunnen overgaan tot normalisatie. Maar nogmaals, het is niet zo makkelijk. Je zal de middelen daarvoor moeten hebben om dan helemaal de situatie onder controle te hebben. Ja, en hoe zou Suriname kunnen helpen bij deze? Kijk, niet alleen Suriname, hoor, heel de wereld, de overheid die een lijst uitgevaardigd met de deur uitgestuurd met goederen en hulp dat we op een of andere manier kunnen aanbieden. Ja, en wij weten ook dat onze Surinaamse studenten daar studeren. Hoeveel studenten hebben we op dit moment in Cuba? Op dit moment hebben we zo rond de 45 studenten. Niet alle studenten zitten in een noodsituatie. De studenten in ELAM, dat is de school voor Latijns-Amerika, waar buitenlandse studenten studeren. Daar hebben ze geen elektriciteit, ook geen water en voedingsmiddelen. De ambassade heeft geprobeerd om zoveel mogelijk in te komen. Mind you, Cuba, hun elektrificatie is zodanig geregeld dat wanneer er stroom uitvalt, er automatisch ook geen water in en ook geen kookgas. Ja,
Maar onze studenten zijn wel veilig. Ze zijn wel veilig. We hebben een contact met hun. In geval er echt een noodsituatie is van die aard dat we ze moeten evacueren, dan dat doen wij dat wel. Ja. En het tweede waarover wij gaan praten vanmorgen is dat u met een groep modeartiesten richting Nicaragua. U zit daar nu in dit land, want dat land organiseert op dit moment een fashion show. Om welke show gaat het precies, ambassadeur? Het gaat om de Nicaragua Festival. Het is een show dat voor de 13e keer wordt georganiseerd in Managua, de hoofdplaats van Nicaragua. Ja, en zijn we uitgenodigd geworden om mee te participeren aan deze show? Dat is het mooie ervan, dat is het mooie van diplomatie. We hadden in Cuba dit jaar in juli. Hadden wij een fashion show. De ambassade had een fashion show gehouden, waarbij het gehele korps diplomatiek werd uitgenodigd. En dit is een spin-off, want de ambassadeur van Nicaragua die was ook bij de fashion show. En in die hoedanigheid zijn wij nu uitgenodigd door de dokter van de vice-president om deel te nemen aan dit event, wat dan de grootste is in Latijns-Amerika. Ja, en hoeveel modeartiesten zijn nu op dit moment in Nicaragua van Suriname? Op dit moment, op dit moment hebben we 4 modeontwerpers, waaronder ook een make-up artiest. En wat betekent dit voor die samenwerking tussen Suriname en de Latijns-Amerikaanse landen? Het is een mooie opportunity voor Suriname dat deze designers kunnen doorbreken in de wereld. Want mind you, we hebben designers uit 11 verschillende landen. Waaronder Honduras, Mexico, Peru, Cuba, Panama, Costa Rica, Dominicaanse Republiek. Suriname is het eerste CARICOM-land die nu gaat participeren. En de bedoeling van Nicaragua is dat hierna nog meer landen uit de regio zullen participeren. Dus dat is een mooie opportunity voor deze designers, want ze krijgen de mogelijkheid om te netwerken met top designers in de wereld. Ja, netwerken is van belang. Hoe reageert men tot nu toe op de modellen of de zaken die we daar uitstallen in Nicaragua? Ja, het internet is een beetje lastig. De ambassadeur zit helemaal te Nicaragua en soms kunnen we wel soms kunnen we wel last krijgen van het internet. Er is ook een bericht gestuurd. Er is een bericht gestuurd door Telesuur, waarbij er ook wordt aangegeven dat een internationaal er internet storingen zijn. Dus we gaan is al achterhaald, heb ik begrepen, maar het is nog niet helemaal opgelost. We gaan weer even proberen te bellen om te kijken als wij toch nogmaals het gesprek kunnen voortzetten met de ambassadeur. Goedemorgen, ambassadeur. Yes, goedemorgen. Ja. Bent u er? Ja, het internet viel even uit. Yes. Ja. Ja, dus mijn laatste vraag was: hoe reageert men tot nu toe op de producten die de Surinaamse artiesten op dit moment presenteren in Nicaragua? Nou, het opkomend publiek is laaiend enthousiast. Onze designs zijn heel anders. Wat we de wereld kunnen presenteren is zoveel mogelijk design met een betekenis.
Ja, dus zowel onze designers als het opkomend publiek hier zijn laaiend enthousiast. Ja, en ik krijg ook de eer om vanmorgen met een van ze te praten. Is ze ook ready? She's ready. Ja, en dat is goedemorgen. Ik spreek met de make-up artiest die ook in Nicaragua is. U kunt u voorstellen? Ja. Ja, goedemorgen. Maureen Alon. En bent u enthousiast om te participeren? Ja, we gaan weer moeten bellen, want het internet is een behoorlijke spelbreker vanmorgen. Ja. Maar ja, u bent er weer, mevrouw Maureen Alon. Welkom vanmorgen in Matentaki. Bent u enthousiast om te participeren aan deze fashion show? Ja, ik ben heel, heel enthousiast. Samen met de team die hier ook aanwezig is. We zijn wel enthousiast. Het is echt een privilege dat ons gekozen is. Ja. Dus, ja. Ja, en hoe gaat u zich onderscheiden van de andere artiesten van Demanda, Bijikondre? Dus hoe gaat u zich onderscheiden? Wel, ik heb de privilege om hier te zijn. Maar ik woon zelf in Miami en ik oefen uit mijn craft, mijn art ook daar. Met anderen samen, you know. Ja. Ik heb die ervaring ook. Dat is op, vanzelf op een heel ander niveau. Maar het is een exciting event. Ja, geweldig. You know? Ja, ja, ja. En netwerken is ook belangrijk. Heeft u al vrienden gemaakt? Ja, we hebben intussen vrienden gemaakt. Het is echt een groep van enthousiaste mensen die hier zijn. Ze strekken naar je uit, ze komen en ze introduceren zich. En dan heb je dan die exchange, die netwerking die al begint. We beginnen eigenlijk vandaag met de show waar we de modellen gaan ontmoeten. Dus meer op een breder vlak. Maar het is definitely een mooie opportunity om te netwerken. En zo die enthousiasme te kunnen voelen. Geweldig. Vaak hoort men dat Suriname onbekend is in de wereld. Heeft u dat ook opgemerkt? Nee. Men weet over Suriname. Wat wij doen, we amplifieren gewoon hetgeen dat reeds weet. Wanneer we praten over Suriname en wanneer ze vroegen, wanneer ze vragen aan ons wat Suriname, you know, wat Suriname te bieden heeft, dan kunnen we praten over ons verschillende designs, onze verschillende producten en zo. Dus vele mensen weten over Suriname. Ja, ja, ja. We brengen alleen een extraatje erbij. Ja, ja, ja. En volgens uw optiek doen wij niet onder, hè? Nee, we doen niet onder. Vooral deze team. Want ik ben echt enthousiast om te zeggen dat deze team het geweldig tot nu toe heeft gedaan in Cuba. En vandaar dat enthousiasme. En daarom hebben ze gevraagd dat we dan hier aanwezig zijn. Okay. We hebben, you know, we hebben cosmetica, we hebben tembe, we hebben Indiaans, we hebben Sranang Uma, Nere Uma attributen. Dus het is fantastisch. Ja. Om het te zien en dat de mensen het ook kunnen aanvaarden, wat wij al voelen. Ja, ja. Dus dit is een goede inspiratie voor opkomende artiesten om de moed niet op om door te gaan waarmee ze bezig zijn. Absoluut. We geven ze hun de push, weet je, om echt serieuzer, echt hun ding, hun art, hun designs te bewerken en om het op een hoger niveau te trekken. Want die inspiratie moet beginnen van binnenuit en dan draag je het uit naar buiten. En wanneer je het naar buiten uitdraagt, dan ziet men het. Men ziet het in je designs, men ziet het in je werk, you know, as far
in my case, on the faces of the people, dan ziet men het. Dus het is gewoon fantastisch dat de mensen nu, dat zij die ons beluisteren, dat ze echt die inspiratie nemen, want kijk waar we vandaag zijn. You know, en we danken. We danken God voor de opportunity dat ons is geboden via de ambassade van Suriname in Cuba. Ja, geweldig. Tot slot, hoe lang staan jullie op deze show? We 9 uur vanmorgen, 9 uur vanavond gaan wij presenteren. Dus we vragen dat iedereen checkt en ziet de Pride of Suriname dat we zullen uitdragen. Ja, nee, maar ik bedoel, ik wilde weten, hoe lang duurt deze show? Deze show begint vandaag en het gaat de volgende 2 dagen verder. Dus Het is van vrijdag tot en met zondag. Okay. Verschillende designers gaan hun craft presenteren. Maar Suriname is 9 uur vanmorgen. Vanavond, I'm sorry, aan de beurt. Oké, heel veel succes vanuit Suriname. En ik ben ervan overtuigd dat Suriname een goede beurt zal maken. Absoluut, dank u heel hartelijk. En ik stuur ook de big up voor... We vragen dat de mensen kijken, beluisteren, ons toejuichen, ons de power geven van daaruit. En dat ze ook heel trots kunnen zijn om te zien hun Surinamers op een ander niveau, op een ander platform. Dat ze echt geven die power van daaruit. Dank u wel. Yes, en ik stuur ook de big up richting de andere... artiesten. Ja, dank u wel. Ze ontvangen het heel hartelijk.